Ik heb hem mee, hè. Want, ja, dames en heren, ik wil mij al op voorhand excuseren, want er is haast de bodem. Hè? Het zijn precies 8 minuten waarin ik met u mag spreken over de meerwaarde van de literaire auteur in de toekomstige waardeketen. 8 minuten en geen seconde langer, zo werd mij op voorhand heel erg duidelijk verstaan gegeven. Ik weet eigenlijk niet precies waarom dit zo is, maar ik heb een meer dan vaag vermoeden dat het te maken heeft met... Nee, niet met mijn meerwaarde in de toekomstige waardeketen, maar met mijn huidige waardeketen in de waarde, met mijn huidige waarde in de waardeketen van vandaag. Het lijkt een beetje dat het format waarbinnen ik geacht word te spreken op voorhand van meer belang is dan hetgeen waarover ik het wil hebben. En daar zou je uit kunnen afleiden dat de waardeketen waarvan ik op dit moment deel uitmaak niets te maken heeft met, hou je vast, de waardigheid die ik met het literaire schrijverschap verbind. Het lijkt eigenlijk een puur economisch begrip te zijn waarbinnen waarde alleen in financiële zin wordt begrepen als marktwaarde. En ik weet niet of u het weet, maar jarenlange ervaring heeft mij geleerd dat er tussen de marktwaarde en de literaire waarde van een auteur geen enkel verband bestaat. En dat niet omdat een auteur met een hoge marktwaarde per definitie werk zou maken dat een geringe literaire waarde heeft. Dat is aantoonbaar niet zo. Maar omdat de marktwaarde eigenlijk niets te maken heeft met wat hij schrijft en alles met hoe hij als merk aan de man gebracht kan worden. Het gaat om de wijze waarop hij past binnen de formats van het overkoepelende systeem dat bepaalt wie waarde heeft en wie niet. Het gaat erom of hij zich aan de 8 minuten weet te houden. We zijn nu 1 minuut en 40 seconden op weg. En ik weet wat u nu verwacht. Ik hoor u al zuchten, sommigen van u toch. Daar heb je weer zo'n schrijver die zich gaat beklagen over de teloorgang van de literaire cultuur in onze samenleving en over de verregaande implicaties die dat heeft. Daar heb je weer zo'n 19e eeuwer die niet mee is met zijn tijd. En ja, ik moet zeggen, ik zou daar graag aan beginnen. Ik zou de lieden die een zo bespottelijk woord als waardeketen hebben bedacht eens tuchtig de mantel willen uitvegen. Ik zou ze willen wijzen op de neoliberale logica achter die term. Een logica waarin winst, rendement, efficiëntie en uiteindelijk pure hebzucht de boventoon voeren. Een amalgaam van immorele en egoïstische aandriften waarbinnen alles zijn waarde verliest. Ik zou hier eigenlijk ook luidkeels willen bedanken voor de twijfelachtige eer als auteur aan het begin van die zogenaamde waardeketen gesitueerd te worden. Niet als iemand die literatuur schrijft en die met die literatuur bepaalde voor de mensheid, ja zeker voor de mensheid, belangwekkende inhouden tracht over te brengen, maar iemand die de content levert. Ik zou verkopers van de overkoepelende uitgeverijen eens willen toevoegen dat ze hun werk naar behoren dienen te doen. Sommigen bestaan het om tegen literaire auteurs te zeggen, echt meegemaakt, dat ze het verkeerde boek hebben geschreven. Omdat het te literair is of te weinig sexy is. Of gewoon omdat ze de verkeerde auteursfoto op het omslag hebben staan. Of eigenlijk sowieso de verkeerde kop hebben om überhaupt iets te kunnen verkopen. Ze gedragen zich als stofzuigerverkopers die de fabrikant verwijten dat hij geen auto's maakt. Zij zijn het die falen als ze een boek niet verkocht krijgen, niet de auteurs. Ik zou de boekhandelaren van de grote ketens, niet de kleine zelfstandigen die nog weten wat ze verkopen, maar de grote inkopers die het blijkbaar geen ene moe interesseert of ze literatuur verkopen of porno, die hun winkels volleggen met torenhoge stapels van 3 bestseller-auteurs en de rest van de boeken al op voorhand als winkeldochters in een stoffig hoekje parkeren. Ik zou die boekhandelaren eens willen toevoegen dat ze in feite enthousiast meewerken aan het creëren van een volstrekte monocultuur. Een monocultuur waarbij het socialistisch realisme van wijlen de Sovjet-Unie nog een wonder van diversiteit was. Nou ja, daar had ik het graag eens over gehad, over hoe dat neoliberale denken alles doordringt. Hoe zij een werkelijkheid creëert waarin het boek, en dan helemaal het literaire boek en alles wat daarmee samenhangt, onmogelijk wordt gemaakt. De hele santekraam van democratische en menselijke waarden waarvoor de literatuur van oudsher garant stond. Een werkelijkheid waarin de schrijver aan het begin staat van een keten waarvoor hij de content mag leveren, maar altijd door de bedenkers van die keten achteraan in de rij wordt gezet als er afgerekend moet worden. Het zou heerlijk zijn om zo eens ongenuanceerd te mogen uitpakken. Maar kijk, ik ben nu 4 minuten 32 bezig en ik heb geen tijd voor dergelijke opgeronde standjes. Ik heb namelijk haast. En bovendien ben ik niet van gisteren. Ik vind de huidige neoliberale meritocratie, waarbinnen de wereld van de literatuur gereduceerd wordt tot een waardeketen die elke waardigheid ontbeert, en waarin de literaire auteur geen mens meer is, maar een merk,
Ik vind die werkelijkheid affreus, immoreel en onfatsoenlijk. Ik zou me er waar en wanneer ik ook maar kan tegen verzetten. Hier dus bijvoorbeeld. Maar tegelijkertijd kan ik haar niet ontkennen. En wil ik haar ook niet ontkennen. Ze vormt onmiskenbaar de context waarin ik als literair auteur moet functioneren. Het is pas door dat te erkennen dat ik weet waar ik sta en hoe ik eventueel het hoofd kan bieden en wat ze met mij wil afrekenen. Als de literatuur binnen de waardeketen, zoals ze nu wordt gedefinieerd, ook nog maar van enig belang is, dan verwacht ik van de uitgevers dat zij veel meer dan zij tot nu toe doen, de literair auteur begeleiden in de overgang van de literaire uitgangspunten van zijn werk naar de commerciële omgeving waarbinnen dat alles van nul en geen allerlei waarde meer is. Het literaire van een boek is voorlopig nog zoiets als de smokkelwaar die onder het mom van iets anders, iets wat de media toevallig op dat moment belangwekkend vinden bijvoorbeeld, misschien toch nog aan de man of vrouw gebracht kan worden. Want vergis u niet, dames en heren cijferaars, die man of vrouw, die gewone lezer, zit daar heus wel op te wachten. Zoals ook middelbare scholieren literatuur fantastisch vinden als ze het maar aangeboden krijgen, wat inmiddels nog niet zo is, zoals u misschien weet. Voor die schoolkinderen mag de inktaap het bewijs vormen, jaarlijks. En voor het eerste, die gewone lezer, een literatuurprogramma als Uitgelezen bijvoorbeeld. Alleen daarom al zou een uitgever die in de ogen van de auteur 90% van de prijs van het boek voor zichzelf houdt, hoe weet ik heus wel hoe dat zogenaamde verdienmodel werkelijk in elkaar zit, een uitgever zou dus meer werk moeten maken van wat ze in het standaardcontract belooft te doen. Het exploiteren van het werk van een auteur op elke denkbare manier. Voor veel auteurs gebeurt er niet veel meer dan het publiceren van hun boek als voorbode van een verpletterende stilte. Ze zou een actief literair agent moeten zijn die voor elke auteur afzonderlijk naar de meest gunstige insteek zoekt om zijn of haar werk onder de aandacht te brengen. En de boekhandelaar, de inkopers van de grote ketens die alleen denken aan winst, en die op zo'n manier, die op die manier zo langzamerhand gaan bepalen wat er geschreven moet worden. Ik heb geen idee hoe je die meute in het gareel krijgt. Ze laten dag na dag zien dat vrije meningsuiting in onze westerse samenleving een zeer relatief begrip is geworden. Ik hoop eigenlijk dat ze iets anders gaan verkopen. En de bibliotheken zouden weer moeten kunnen zijn wat ze ooit waren. Instellingen waar de democratisering van cultuur niet wordt afgelezen aan het aantal uitleningen, maar aan de diversiteit van het aanbod. Democratie is niet een dictaat van de meerderheid, maar de mogelijkheid om te kunnen kiezen. Ik weet het, dit staat allemaal ver af van de beginsituatie van de meesten in het boekbedrijf. Daar lijkt het veel eer om te gaan en mee te zijn met de nieuwste ontwikkelingen in wat als een onontkoombare realiteit wordt voorgesteld. Die nieuwste ontwikkelingen wijzen echter allemaal in dezelfde richting. De afschaffing van de literatuur en de literaire cultuur, al bijna voltooid, de afschaffing van het boek. Uiteraard is dat niet wat men beoogt. Maar door alleen maar mee te willen zijn met wat de markt dicteert, loopt men zijn eigen doelstellingen voorbij. Door alleen maar mee te willen zijn, werkt men zichzelf tegen. Luister, ik ben maar een schrijver. Sinds eind 18e, begin 19e eeuw betekent dat bijna automatisch dat ik de wereld zoals zij is, continu ondervraag op haar vooronderstellingen. De reactie die ik daarop uit de wereld krijg, is dat mijn vragen eigenlijk niet meer te zaken doen. Er is al beslist wat we zijn. Merk of consument. Ik blijf me daar uit naam van veel meer dan de literatuur alleen tegen verzetten. Maar ik vrees toch dat er voor de literaire auteur geen toekomstige waarde in de waardeketen zal zijn. Ik ben te laat. 8 minuten 37 al. Ik dank u voor uw aandacht en voor een genuanceerde versie van dit verhaal. Dit ligt bij de boekhandel.